Ja, wat een heerlijk debuut in dit stadion. Ja, heerlijk. Ik denk, heerlijk. We komen hier op 1-1 en dan een doelpunt maken in de laatste, in de slotfase, zeg maar. De winnende maken. Ja, heerlijk gevoel. Beschrijf het doelpunt dus. Ik krijg een bal ingespeeld. Ik ga vooruit. Ik zie twee man. Enige opties tussenin gaan, dat doe ik. En eenmaal in de 16, dan denk ik, ja, schieten, dan schiet ik een doelpunt. Ja, en dan barst het los, emotie, samen met de supporters vieren. Maar ja, al met al, ik denk dat, dat het belangrijk is dat we de 3 punten hebben binnengesleept hier. En ook het moment waarop, hè? Gewoon een blessuretijd, dat laatste moment. Want heel veel mensen zullen misschien gedacht hebben, dit gaat 1-1 worden. Ja, dat zeg ik. Het is extra lekker dat je hem dan in de blessuretijd nog maakt en de 3 punten hier binnensleept. Daarvoor zag ik ook een moment dat jij de bal had samen. Gingen jullie richting het doel met Doan? Het ging niet helemaal lekker. Wat gebeurde er toen? Nee, dat was een miscommunicatie. Op het moment dat ik een keuze wil maken, maakt hij de keuze om diep te gaan. Dat gebeurt. En dan uiteindelijk 3 punten. Dan heb je het helemaal goed gemaakt. Ja, dus top. Ja, ook toen je inviel, de samenwerking bijvoorbeeld met Tim Handwerker, dat zag in het begin zag er goed uit. Ja, dat hebben we ook op de trainingen hebben we dat ook vaak. Dan coacht hij mij gewoon waar ik moet staan, zodat het duidelijk is. En dat, af en toe is het makkelijk voor hem en af en toe is het makkelijk voor mij. Dus coaching is belangrijk. Het ging goed.